Er is een speler van Liverpool dit jaar. Hij is een verdediger. En hij is 0 keer gepasseerd met dribbles. Wie denk je dat is? Ik heb geen idee, maar ik heb het net al gehoord. Komt uit Nederland en hij heeft bij NAC gespeeld. Meer zeg ik niet. Hem 2 gespeeld. Niet bij 2 gespeeld. Ja, ja. Ja. Oh ja, dus ik ben ook scheet. Het is 4 uur s'nachts hier. Hè? De mensen even duidelijk. Ja, nou ja. Komt uit Breda, daar ga ik de mist in. Breda, klopt. En L2 was erg trots ook op Twitter. Ja, ik zag het heel snel net. En ja, natuurlijk heel belangrijk een rol gespeeld in mijn carrière. Want ja, zo is het wel. Ik heb er 10 jaar gespeeld. En hun mogen net zo trots zijn als ik ben. En net zoals Groningen, Celtic, Southampton. En, zal maar even op, ja. Precies. Dus. Maar even 0 keer met een dribbel gepasseerd. 0 in al de wedstrijden. Ja. Ja. Minder dan 1. Dat is niet iets waar ik druk mee bezig ben. Maar ja, dit is, ik heb natuurlijk ook Fabinho die voor me heel veel weghaalt. En ook van als we 1 tegen 1 komen, dat ik vaak de tegenstander een optie geef en dan probeer af te schermen. En, dan heb je Fabinho die dan ook nog erachter komt, dus het is super lastig allemaal. Dus, maar goed, ja, het heeft tot nu toe wel gewerkt en hopelijk kan het volgend jaar ook nog doorgaan. Als je niks wil missen in de voetbalwereld, download dan de VTBL-app en blijf van alles op de hoogte.